print, the boodschap print today. President Bouterse en First Lady gereed voor verkiezingen. President Desiree Bouterse en First Lady Ingrid Bouterse-Waldring zijn gereed voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Zij zijn op 14 februari 2020 als eerste burgers in de gelegenheid gesteld om na te gaan in hoeverre hun persoonsgegevens op de kiezerslijsten correct zijn. President Bouterse heeft bij deze gelegenheid alle stemgerechtigden opgeroepen om hun burgerplicht te vervullen en dus naar de stembus te gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 14 februari 2020 ook gestart met de landelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten. De terinzagelegging is bedoeld om alle stemgerechtigden de gelegenheid te bieden om hun persoonsgegevens te controleren op juistheid. Het volledige bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.